Goedenavond, beste vrienden, liberaal-democraten, burgers van dit land. Ik moet zeggen dat ik zeer blij ben van u hier vandaag toch mogen toespreken als uw aller quizmaster in deze politieke quiz. Deze politieke quiz, de zevende slag. En ik stel zeer graag natuurlijk onze kandidaten aan u voor. Om te beginnen ter linkerzijde voor de SPA vandaag, Steve Stevaert en Johan van den Lanotte. Ja. U had misschien ter linkerzijde ook nog vandaag de partij Groen verwacht, maar zoals u weet hebben zij de voorrondes niet overleefd. En dan hebben wij aan de rechterzijde eerst een partijtje dat er niet te veel toe doet. En ze zijn hier vandaag ook maar met een reserveploeg. Dat is de CD&V met Wilfried Martens en Stefan de Klerk. Dus die slaan we over voor het applaus. En dan daarnaast hebben we onze favorieten vandaag voor de Open VLD. Karel de Gucht en Armin Rijks. En dan nog ter extreem rechterzijde is er ook vandaag voor het Vlaams Belang Philippe de Winter en Abou Jaja. Excuseer meneer Verhofstadt, maar wij zijn helemaal niet extreem rechts. Wij zijn ook een democratische partij. Een democratische partij. Wij vertegenwoordigen meer dan 600.000 Vlamingen, meneer Verhofstadt. Meer dan 600... Wacht, Philippe, ik kan dat oplossen. Nee, ik kan dat oplossen, meneer. Wacht, ik kan dat oplossen. Meneer Verhofstadt. Hey, meneer Verhofstadt, wij zijn ook democraten. Wij zijn moslimdemocraten. Weet je wat, meneer Verhofstadt? Weet je wat? Ik weet de woon, ik steek een kot in brand. Maar alsjeblieft, mijn heren, als je zou willen wachten met zeven totdat er een vraag wordt gesteld. Bon. De eerste ronde. En de eerste ronde is hier eenvoudig. Eerste vraag. Wat, beste vrienden, wat is het belang van de Verenigde Naties voor België? Ping, ping. Ah, dat zijn de liberalen. Meneer de Gucht. Ik wil helemaal niet arrogant overkomen. Ik ben ook helemaal niet arrogant. Ik ben zeer vriendelijk, sympathiek, aangenaam in de omgang. Ik ben... ja, Karel, houd dat voor bij uw psychiater. Hè? Als je gewoon zou willen antwoorden op de vraag wat is het belang van de Verenigde Naties voor België? Wel, zonder arrogant willen overkomen, is een zeer eenvoudige vraag. Het belang van de Verenigde Naties voor België is dat het onze kans geeft om aan de hele wereld het kon te doen wat onze standpunten zijn. Ja, Karel, maar dat is niet wat we gerepeteerd hebben, hè? Ja, ik vrees dat ik de andere partij ook de kans moet geven om heel even te antwoorden. Chief. CD&V. CD&V. Ja, meneer de Klerk. Namens de CD&V, vroeger waren wij dus de CVP. Na de oorlog waren wij zelfs de katholieke partij, maar dan dus daarna de CVP geworden om uiteindelijk te worden de CD&V met de ampersand. De ampersand die staat voor verbondenheid, voor mensen die samen willen gemeenschap vormen, samen willen vormgeven aan een samenleving waar het goed is voor iedereen om te... Zeg, alsjeblieft, meneer de Klerk. Zou het alsjeblieft ter zake willen komen? Ter zake is een zeer goed programma. Is zeer goed in elkaar gestoken. En zo. Meneer de Klerk. Alsjeblieft, meneer de Klerk. Als je zo voortdoet, hebben we maar tijd voor anderhalve vraag. Hè? Wat is uw antwoord? Wat is het belang van de Verenigde Naties voor België? Wel, wat Karel zei, inderdaad de kans krijgen om voor de hele wereld onze standpunten te verkondigen. Daarbij wel rekening houden dat er niemand in het halfrond zit om te luisteren. En bovendien dat de enige die achteraf een vraag stelt de eigen Belgische pers is. Ja, dat is inderdaad zelfs vollediger dan wat dat hier op mijn papier staat. Dus 1 punt voor de CD&V. Proficiat. De tweede vraag. Waarom? Waarom zijn er in de regeringen Verhofstadt... Ah, dat zijn de mijne. Waarom zijn er in de regeringen Verhofstadt meer mannen dan vrouwen? Meneer Stevaert. Ik weet dat... Dat is een weggevertje. En daar ben ik goed in. De regeringen Verhofstadt hadden meer mannen dan vrouwen, omdat meneer Di Rupo dat graag had. En dat is de juiste antwoord, proficiat, meneer Stevaert. Goed, wij zijn alweer daar voor de derde vraag. De derde vraag, goed luisteren, beste kandidaten. Wat? Wat is de favoriete sport van een politicus? Ping, ping. Ah, de liberale. Mevrouw Nijts.
Ja, ik zou daar zeer graag willen op antwoorden. Ik denk, dames en heren, dat de favoriete... Ik denk dat de favoriete sport van een politicus is feestliefde. Ja, meneer Van der Lotte, ik zou daar graag willen op reageren. Kijk, Annemieke, ik denk niet dat je dat mocht veralgemenen. Het is niet omdat jij en ik dat hebben... Ah, denk jij dat ook? Ja, natuurlijk heb ik dat ook. Heb je dat nog niet gezien? Mijn wenkbrauwen plakken al op mijn achterhoofd. Alsjeblieft, mijn heren, meneer Van der Lotte, meneer Nijts, als je gewoon zou willen antwoorden, de favoriete sport van een politicus, meneer Van der Lotte. Dat is zeer eenvoudig. De favoriete sport van een politicus is basket. Dat is een zeer politieke sport, want je moet er lange armen voor hebben. Ja, dat is een mooi antwoord, maar dat is niet wat er op mijn papiertje staat. Allee, is er iemand anders die het antwoord zou kunnen weten? Iemand van de VLD misschien? Het is een moeilijke sport, Karel. Het is een sport die uit verschillende delen bestaat, Karel. Kom aan, ping, ping. Ah, Karel. Ja, ik wil niet arrogant overkomen, maar ik weet het. Het gaat hier over de politieke triathlon. De politieke triathlon. Eerst moet je een begrotingsronde fietsen. Dan zwemt je in het geld. En dan neemt je een loopje met de waarheid. En dat is yes, proficiat! Karel. En dat betekent dat we een tussenstand hebben van 1 punt voor elk van de 3 democratische partijen. Excuseer, meneer Verhofstadt, ik zou daar willen tussenkomen. Wij zijn ook een democratische partij. Wij zijn een zeer democratische partij. Wij vertegenwoordigen meer dan 800.000 Vlamingen. 800, en pas op, daar zitten serieus wat zwarte tussen. En dus zou ik... Alsjeblieft... Wacht. Meneer Verhofstadt, was dan ook een democratische partij? Was dan ook een democratische partij? Weet je wat, meneer Verhofstadt? Ik weet gewoon dat ik zeg de kot in brand. Weet je wat, meneer Verhofstadt? Ik weet wat. Ga ik al fietsen. Ik kom dan al rond punt. Ik zet hem ver. Weet je wat, meneer Verhofstadt? Ik pik uw gsm en ik bel u op. Maar alsjeblieft, mijn heren, als je een keer zou willen een antwoord zoeken op een van de vragen. Hè? Bon. De voorlaatste vraag. Wat is de beste manier om in dit land eerste minister te worden? Chief. Ah, meneer Martens, ja, u bent ervaringsdeskundige. Ja. Dat is evident, hè. De beste methode om in België eerste minister te worden is om eerst verkozen te geraken op zeer sterke principes. En dan van zodra je verkozen bent, zo gauw mogelijk die principes te laten vallen. Hè? En als je dat niet kunt, ja, leer dan de Brabantsonne fluiten. En dat is een goed antwoord voor Visa Martens. We hebben nog 1 vraag. Wel op voorhand al opmerken dat als het hier in geval eindigt in een ex-eco, dan vragen we aan de loge wie gewonnen heeft. Excuseer, ik weet niet of dat een goed idee is. Zouden we niet beter in geval van een ex-eco, zouden we dan niet beter een referendum uitschrijven? Zwijg dan, Annemieke. Zwijg, een referendum, daar beginnen we niet meer aan. Bij een referendum moet je eerst de vragen manipuleren en dan nog een keer de antwoorden, dat doen we niet. Als het een ex-eco is, dan vragen we het gewoon aan Karel. Laatste vraag. Wat is het favoriete beest van een politicus? Mevrouw Nijts. Ja, ik denk dat dat een chameleon is. Dan verandert je van politieke kleur naar... Ja, Mieke, het is geen chameleon. Chief. Meneer de Klerk, maar volgens mij gaat het hier over een schaap. Een schaap heeft een zekere wolligheid, heeft ook een zekere... Nee, meneer de Klerk, het gaat hier niet over een schaap. Iemand anders. Ja, meneer Stewart, dat weet ik. De favoriete beest... Van een politicus is een vlooi. Want om te winnen moet je krabben. En dat is juist voor de meneer Stewart. En
Dat betekent, dames en heren, dat wij 2 punten hebben voor de SPA en 2 voor de CD&V. Dus we eindigen met een exequo. Dus we gaan vragen aan Karel. Wacht eens even. Ik heb een kartel met Karel. Dus dan mogen we onze punten samen tellen. Dan hebben wij gewonnen. Ja. Nee, ik weet het niet. Ik zal het vragen aan onze jury. Meneer Michel. Meneer Michel. Louis. Oei, hij is weer flauw gevallen. Ja, dan zal ik voor één keer in mijn leven zelf een beslissing nemen. Maar het is goed, want als jij wint, dan winnen wij ook. Dus dames en heren, Steve Stewart heeft gewonnen. Samen met Kouwer. En wat hebben ze gewonnen? Wat hebben ze gewonnen? Bert Ansu. Ja, wat hebben ze gewonnen? Wel, ik denk als minister van Cultuur ben ik zeer goed geplaatst om ze een boek cadeau te doen. Dames en heren, ze hebben gewonnen 30 exemplaren van Koken met Steve. Proficiat, mijn heren. Proficiat, meneer Stefan, meneer Van der Lotte. Dank u wel. U bent bedankt om te kijken en natuurlijk en u allen hier om mee te doen. Dank u wel en tot een volgende aflevering van De Zevende Slag. Tot ziens.